Zoek een plekje om te zitten of te liggen, waar je even tot jezelf kunt komen. Maak het je zo makkelijk mogelijk. En sluit dan gewoon je ogen. En dat is op zich al genoeg om rust te geven en gemak, stilte en ontspanning. En om nog meer gemak en ontspanning te beleven, begin je gewoon een paar keer diep adem te halen, waarbij je let op de sensaties die je beleeft terwijl je uitademt. Laat jezelf voelen hoe je met iedere keer dat je uitademt, spanning verwijdert en ongemak en stress en moeite. En terwijl je dat doet, kun je de spieren in je lichaam voelen ontspannen. Misschien het duidelijkst in je borst, maar ook in andere plaatsen die heel gespannen kunnen zijn. Zoals je schouders, je nek en je kaken. Het is net alsof wanneer je uitademt, je tegelijkertijd al je zorgen uitademt. Bijna al je ongemak en bijna al je angsten. En je kunt geluiden en lawaai horen in je omgeving. Maar je kunt die gebruiken om je toestand van ontspanning te verdiepen. En in werkelijkheid, als je uitademt, verwijder je echt spanning en ongemak en stress. En beleef dan wat er in werkelijkheid gebeurt. Met de oude adem verwijderen we vergiften en afvalstoffen. En de longen behoren bij de meest efficiënte verwijderaars van afval die we hebben in ons lichaam. Dus laat jezelf gewoon voelen hoe met iedere keer dat je uitademt, je gevoel van behagelijkheid toeneemt. En met dit proces alleen al kun je verrast zijn om te merken dat je bijna al je spanning en ongemak kunt verwijderen. En als er nog restjes van spanning of ongemak zijn achtergebleven, dan kun je die geleidelijk aan laten verdwijnen, terwijl je je meer en meer ontspant. En dan ga ik je vragen om je bewustzijn in je tenen te plaatsen. En als je je teen zou stoten, zou je bewustzijn onmiddellijk daarheen gaan. Dus op dit moment, plaats je bewustzijn gewoon daar. Niet omdat je het moet doen, maar omdat je het wilt doen. En met je bewustzijn in je tenen, laat jezelf gewoon beleven wat het maar is dat je beleeft als je denkt aan het woord ontspan. Het kan zwaarte zijn, of lichtheid, of een tinteling of dofheid, warmte, koelte, of misschien iets heel anders. Maar zelfs als je het idee hebt dat er geen verandering is, wees er zeker van dat op een bepaald niveau van je wezen er een verandering plaatsvindt. Een afname van spanning in je tenen. En het kan zijn dat de verandering te subtiel voor je is om op dit moment waar te nemen. Maar of je het nu al merkt of nog niet, het gebeurt. En nu laat die ontspanning, en wat het ook maar is dat je daarbij voelt, zich verspreiden. Gewoon omhoog. Door de voet, naar je onderbenen,
en je knieën. Alsof je tot aan je knieën in warm, ontspannend, wervelend water staat. En staat het gemakkelijke gevoel en die ontspanning toe om zich te verspreiden naar je dijen, in je onderrug, je heupen, je onderbuik en helemaal tot aan je middel. Alsof je nu tot aan je middel staat in wervelend warm, aangenaam ontspannend water. Sta je lichaam van je tenen tot je middel toe om lekker ontspannen te voelen en makkelijk en los en slap. En in feite kun je verrast zijn om te merken dat delen van je lichaam zo ontspannen zijn dat je het bewustzijn van die delen verliest. En dat is prima. Die delen zijn er nog steeds en functioneren gewoon. Ook als je je daar niet bewust van bent. En je kunt het bewustzijn in die delen terugkrijgen wanneer je maar wilt. Maar wat nu betreft. Laat het gemak en die ontspanning zich verder verspreiden naar boven. In je rug. En je borst. Zodat je ademhaling die al ontspannen was, nog makkelijker wordt. En laat die ontspanning nu als een zachte golf naar je schouders glijden. Een gebied waar we allemaal veel spanning vasthouden. En laat die schouders gewoon los. Laat ze vallen. Voel ze neergetrokken worden door de zwaartekracht. En laat die losheid en aangename warmte die je misschien voelt van je schouders uitstromen in je armen. Langs je ellebogen. In je polsen. Je handen. En je vingers. Helemaal tot in je vingertoppen. En voel je armen gewoon rusten, zonder substantie. Los en slap, als een lappenpop. En sta dat gemak en die ontspanning toe zich te verspreiden naar een ander gebied. Allemaal veel spanning vasthouden. De nek. Voel je nek los worden. En slap. Heel makkelijk. En aangenaam ontspannen. En voel het zich dan verspreiden naar een ander gebied waar we veel spanning kunnen voelen en hetzelfde merken. En voel hoe goed het is om de ontspanning ook naar dat gebied te laten gaan. Zo goed dat je het niet alleen zult voelen op die speciale plek, maar ook in de rest van je gezicht, je hoofd en je hals. En het gebied dat ik bedoel is je mond. Voel hoe goed het is om je kaken gewoon los te laten, zodat je hele gezicht, de streek rond je ogen, je voorhoofd, je slapen, je jukbeenderen en je wangen helemaal ontspannen worden
En op dit moment kan je hele lichaam los en slap en helemaal ontspannen zijn. En als er ergens nog enig ongemak is achtergebleven, adem dan nog een keer diep in. En concentreer je op de plek waar je die spanningjes nog voelt. En adem dan rustig weer uit. En voel hoe meer en meer van die spanning je lichaam verlaat. Met iedere keer dat je uitademt, tot ook die laatste plekjes net zo ontspannen aanvoelen als de rest van je lichaam. En je bent nu zo diep ontspannen dat je geest zo gevoelig is geworden, zo ontvankelijk voor wat ik zeg, dat alles, al het goede wat ik je vertel, zo diep zal doordringen in het onderbewuste deel van je geest en daar zo'n diepe indruk zal maken, dat niets het zal uitwissen. En als gevolg daarvan zullen de dingen die ik je onderbewustzijn vertel een steeds grotere invloed gaan uitoefenen op je manier van denken, op je manier van voelen en op je manier van doen. Wanneer je je maar bang maakt voor iets, zul je beseffen dat de reden dat je bang bent is dat je jezelf vertelt dat je succes moet hebben. Dat je dit moet of dat niet moet. Je zult inzien dat je angst een gevolg is van wat je jezelf vertelt. Het komt niet vanzelf. Het komt niet van anderen. Het komt van jouw eis dat iets goed moet gaan of niet mag bestaan. Het is jouw eis die je bang maakt. En omdat het jouw eis is, heb jij er macht over en kun jij het veranderen. Je zult steeds duidelijker gaan beseffen dat jij jezelf bang maakt. En dat je jezelf niet bang hoeft te blijven maken, als je je eisen en je moeten opgeeft. Als ik echt accepteer wat er is, accepteer dat de dingen gaan zoals ze gaan, dan ben ik niet bang. Ik kan altijd van mijn angst afkomen door te ontspannen en dingen te wensen, maar niet te eisen. Door er niet op te staan dat ik ook krijg wat ik wil. Je kunt jezelf gaan vertellen, ik kan dingen willen, ik kan ze wensen, maar ik heb ze niet echt nodig. Er is niets dat ik moet krijgen of juist niet mag krijgen, ook angst niet. Als ik mezelf blijf vertellen, ik mag niet bang zijn, ik moet niet bang zijn, dan word ik bang. Niets zal mij doden. Angst zal mij niet doden. Gebrek aan seks of waardering of succes zal mij niet doden. Er zijn veel onplezierige dingen in de wereld. Dingen die ik niet leuk vind. Maar ik kan er tegen. Ik kan het hebben. En als ik bang ben, nou, dan ben ik bang. Weg. Dan kan ik mijn eisen zoeken en opgeven. De eis dat ik het goed moet doen. Moet zorgen dat ze me aardig vinden. Dat ze geen kritiek op me mogen hebben. Onzin. Het zou leuk zijn en het zou fijn zijn. Maar daarom hoeft het nog niet. Geen van de dingen die ik doe en die niet goed gaan, zullen mij doden. En als ik dood ga, zoals ik ooit zal gaan, dan ga ik dood. De dood is niet verschrikkelijk. Het is een toestand van niet voelen. Precies dezelfde toestand als waarin ik voor mijn geboorte was. Dus daar hoef ik zeker niet bang voor te zijn.
Ook gek worden is niet verschrikkelijk. Als ik mezelf blijf vertellen, ik moet niet gek worden, ik mag vooral niet gek worden, dan word ik er nog gek van. En zelfs daar kan ik tegen, kan ik mee leven. Ook in een psychiatrische inrichting kan ik leven. Niets is verschrikkelijk. Als mensen mij niet aardig vinden, niet. Als ik iets stoms doe, niet. En bang zijn, niet. Niets is verschrikkelijk. Het is alleen lastig en vervelend. Maar ik kan er tegen. Dat is wat ik steeds vaker zal gaan denken. Als ik bang word voor iets, zal ik gaan beseffen waarvoor ik bang ben. En zal ik merken dat ik iets eis. Het moet zo gaan. Het mag niet anders. Ik moet het goed doen. En dan kan ik ermee stoppen. Ik kan mezelf vertellen, weet je, ik heb die onzin niet nodig. Als die dingen gebeuren, dan gebeuren ze. Het is niet het einde van de wereld. Het zou fijn zijn om niet meer bang te zijn. Om goed met mensen op te kunnen schieten. En lekker te kunnen vrijen, maar zo niet. Pech. Het is niet het einde van alles. Ik kan altijd een redelijk gelukkig mens zijn. Ondanks fouten en oneenigheden. Als ik het maar niet eis. Als ik er maar niet op sta. Maar niet zeg dat iets moet. Moeten is gek. Wensen zijn oké. En ik heb niet echt nodig wat ik wil hebben. Dat is wat je jezelf voor gaat houden in je dagelijks leven. Je zult je realiseren hoe je jezelf overstuur maakt. En beseffen dat je dat niet hoeft te blijven doen. Je kunt altijd je angst opgeven. Door je moeten op te geven. Je kunt altijd ontspannen. En niets en niemand al te serieus nemen. En je zult deze opname elke dag draaien. Een maand lang. Totdat echt een deel van jezelf is geworden. Van je eigen manier van denken. Je zult in staat zijn jezelf van je angst te bevrijden. Je kunt altijd ontspannen. En nu voel je je goed en rustig en tevreden. En als je straks weer terugkomt in je gewone manier van denken, kun je die ontspanning met je meenemen. Dan heb je een helder hoofd en voel je je uitgerust. Tevreden en goed. En dan kun je nu nog een paar keer diep ademhalen. En je er bewust van worden hoe het voelt wanneer je inademt. Terwijl je het belang herinnert van dat wat we tot ons nemen als we inademen. Want we nemen voedsel tot ons. Maar we kunnen als het moet langere tijd zonder voedsel. Drink water, maar als het moet, kunnen we meerdere dagen zonder water. Maar we kunnen maar hooguit enkele minuten zonder dat wat we tot ons nemen met de adem. Dus voel de energie weer terugkomen in je lichaam als je inademt. Energie in een lichaam dat volkomen ontspannen is. En voel het niet alleen in je longen, maar laat het zich verspreiden vanuit je longen naar iedere afzonderlijke cel van je lichaam tot in je merg. Voel de energie en herinner je dat je je energiek en sterk kunt voelen. En tegelijkertijd heel makkelijk en ontspannen kunt blijven. En terwijl je die energie en levenskracht voelt binnenkomen, en voelt doorstromen tot in iedere vezel van je lichaam, kun je je weer bewust worden van waar je bent, van de tijd en de dag die het is,
en je weer meer bewust worden van bepaalde lichaamsdelen waarvan je misschien het bewustzijn verloren had. En als je helemaal klaar en tevreden bent, kun je wat uitrekken en strekken en je ogen openen en het goede voelen van alles wat je zojuist beleefd hebt.